Goedemorgen allemaal, of misschien wel middag of avond. Mijn naam is Joost Berends. Ik ben hier samen met Bas Verhoop en ik wil jullie vertellen over een nieuwe politieke partij: Voot. Voot staat voor Volkswaard, onze toekomst één. En met deze partij willen wij een nieuw geluid laten horen in de Volkswaardse Gemeenteraad. Ooit begonnen als groep jonge mensen die allemaal actief waren in het organiseren van evenementen of bij de verenigingen. En daar kwamen wij heel veel mensen tegen met hele goede ideeën. Alleen helaas stonden deze mensen een beetje op een eilandje en daardoor voelen ze zich bij ons in de gemeente niet altijd gehoord. Wat volgens ons de oplossing is, is deze mensen met elkaar in gesprek brengen. Als deze mensen met elkaar om tafel zitten, komen ze samen met deze goede ideeën en kunnen ze ook leren van elkaars fouten. Dit kan bijvoorbeeld bij sportverenigingen, bij horecaondernemingen of bij scholen en het bedrijfsleven. Als deze samenwerken, komen we tot iets moois. Dat kan lastig zijn, maar we denken dat de gemeente hierbij een faciliterende rol kan spelen. Daarom staat Voort voor een open en een persoonlijke gemeente. Een gemeente met een creatieve blik op de toekomst. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van wonen, duurzaamheid, de herinrichting van ons centrum en het beter op de kaart zetten van onze gemeente. Het op de kaart zetten van een bruisende gemeente. En of je nou in Valkswaard, in Dommelen of in Workelen en Schaft woont, je moet weer trots zijn op de gemeente waarin je woont. Een gevoel hebben dat je daar thuis bent. Als je dat thuisgevoel hebt, ben je op je plaats hier en dat gevoel willen wij met VOOT brengen. Daarom staat VOOT voor een nieuwe, frisse soort politiek. Een politiek die niet zozeer klaagt over wat er fout gaat, maar wat er heel goed gaat in onze gemeente en dat versterken. VOOT staat voor een gemeente die open en daadkrachtig is, zodat iedereen in onze gemeente gehoord wordt en in een persoonlijk contact staan met onze inwoners. Dus, of het nou op ons is of niet, ga stemmen op 16 maart. Het is namelijk belangrijk dat we met z'n allen het gevoel hebben dat we weer geloven in de toekomst van deze mooie gemeente. Dank u wel.